Het is belangrijk om stil te staan bij het herdenken van de Amerikaanse en Surinaamse militairen die ten behoeve van de vrede zijn omgekomen in ons land. Dit zei Robert Fauscher, ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname, tijdens de eerstgehouden herdenkingsdag in Suriname. Deze dag is bedoeld ter ere van degenen die zijn omgekomen in militaire dienst voor het land en de Surinaamse mannen en vrouwen die naast hen dienden. Hij meent dat stilstaan bij deze belangrijke herdenkingsdag bijdraagt aan vorming van de eenheid tussen Suriname en de VS. Omdat het is belangrijk voor ons die de geschiedenis te gedenken, zodat we kunnen vieren de bonden tussen Suriname en Amerika. Omdat met die werk dat is gedaan hier, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn sterke bonden gelegd. Dat hecht Suriname en Amerika nog steeds. Dus dat willen wij vieren vandaag. Het is niet alleen de mensen die zijn verloren, maar ook de sterke banden tussen onze twee landen en de mensen van Amerika en Suriname. We hebben echt een open discussie over alle problemen, alle die uitdagingen die we zien. En de deuren zijn altijd open voor ideeën, suggesties, aan beide kanten. Dus ik kan niets beter vragen, eerlijk gezegd. Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, Albert Ramdien, voegt eraan toe dat deze herdenking ook het respect symboliseert welke vanuit de Surinaamse bevolking naar beide legers toe. Dus het is hoe dan ook een belangrijk moment om vandaag hier aanwezig te zijn namens de regering. En ook indirect onze eigen Surinaamse broeders en zusters te herdenken. Op een moment waarin de wereld zoveel onzekerheid kent. Een oorlog heeft in de Oekraïne, waar we zoveel mensen zien overlijden in een conflict. Het is jammer dat dit soort conflicten nog vandaag aan de dag nog bestaan. De vorige eeuw had twee wereldoorlogen. En we hopen natuurlijk niet dat er meerdere wereldoorlogen komen. Maar conflicten die leiden tot de dood van personen in strijd voor vrijheid, voor respect. Dat is altijd triest. De bewindsman en ambassadeur zijn het met elkaar eens dat deze viering de eerste van nog veel te volgen vieringen is. Het ligt in de bedoeling om na goede evaluatie de herdenking te maken tot een terugkerende viering.